Techniek is een groot deel van onze maatschappij, wordt daardoor bepaald. Dus ja, hoe belangrijk moet het zijn? Wat betekent techniek voor jou? Veel, want ik doe, we hebben dan keuzevakken hier voor, dan doe ik ook techniek in plaats van alle tijd. Want ik wil later wel graag iets in de techniek gaan doen. Iets in de bouw. Ik doe al heel vaak met technische spullen werken en dat vind ik ook wel leuk. Ja, veel, heel veel in ieder geval. Ik laat het helemaal horen dus. Ja, het is wel leuk, want anders heb je saaie vakken en nu kun je gewoon leuk met de Lego robots werken. Dus ja, dat is wel leuk. De opdracht bestaat uit twee delen in grote lijnen. Het technische deel, de robot. Dus die moeten ze opdrachten laten doen. En verder, binnen een groepje, dient er ook een theoretisch onderzoek gedaan te worden. Er zijn heel veel kinderen die niet voor de techniek kiezen. Hoe komt dat, denk je? Nou, omdat het ook best wel een moeilijk vak is als je het niet begrijpt. Want er zijn heel veel technische dingen en als je het niet begrijpt, ja, dan heb je er niks aan. Ja, die doen niet zo graag met de handen of zo. Ja, ik weet niet precies. Tegenwoordig zijn ook kinderen denk ik een beetje bang om vies te worden. En zitten ook meer liever achter de computer toch, dat wel dan. Maar ja, die doen niet graag dingen met hun handen. Dus. Ze leren plannen, ze leren iets organiseren, ze leren vooruitkijken. En daarnaast zijn ze heel druk bezig met de technische kant van de zaak. Dus het programmeren op zich, hoe eenvoudig dan ook. En ik denk dat ze daar veel van leren.